De presidentiële werkgroep die belast is met de incorporatie, oftewel inleving van het Instituut voor de Opleiding van Leraren, IOL, naar de Anton de Kom Universiteit van Suriname, ADECUS, heeft gisteren haar werkzaamheden afgerond. De commissie onder leiding van Edwin Marshall heeft op het kabinet van de president een rapport met voorstellen overgedragen aan een gemengde commissie. Deze commissie bestaat uit leden van het IOL en ADECUS. Het schrijven van een curriculum voor de verschillende opleidingen en het instellen van werkgroepen om de samensmelting te leiden zijn enkele van de voorstellen die in het rapport van de presidentiële werkgroepen zijn opgenomen. Marshall, die ook docent is aan de ADECUS, kan nog niet precies aangeven hoe deze incorporatie eruit zal zien. Hij schetst wel een beeld voor onze nieuwsdienst. In grote lijnen zal er het IOL worden geïncorporeerd in de faculteit van de universiteit. Daarbij zijn er drie aspecten. Een vakvormend aspect, dus wiskunde, Engels, Spaans, en een beroepsgericht aspect, waarbij men leert het leraarschap, didactiek, psychologie, etc. Die twee zaken, dus het persoonsvormend aspect en beroepsvormend aspect, die drie zaken in één, dat gaat de lerarenopleiding worden. Men schrijft zich dus nu in bij de Anton de Kom Universiteit die deze opleiding zal verzorgen. De instroom is VWO of een andere opleiding plus nog een schakelprogramma. En het onderwijs is op bachelorniveau of, en masterniveau. Aldus Edwin Marshall, docent van de ADECUS, tevens voorzitter van de presidentiële werkgroep, gisteren op het kabinet van de president, waar de overhandiging van het rapport met voorstellen aan de gemengde commissie plaatsvond. In dit rapport zijn voorstellen voor de incorporatie van het instituut opleiding van leraren IOL naar de Anton de Kom Universiteit van Suriname opgenomen. Dit zal inhouden dat het IOL in de toekomst onder de universiteit zal vallen.